Ik ga dus nu de beelden importeren. En dan ga ik om de beurt kleuters bij me halen. Nou, zo meteen ga ik iets zeggen. En dan mag je me precies nazeggen. Welkom in groep 1, 2. Welkom op groep 1, 2. Dit is Lego? Ja. Zeg maar alleen Lego. Lego. En je kunt ook puzzelen. En je kunt ook puzzelen. Maar ik ga dit natuurlijk nooit nu in een uur. En bedankt. Ja, jij ook. Joep. Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Op dit moment ben ik in het kleuterklasje bij groep 1, 2. En ik ben hier aan het filmen. Er staat nu iemand anders bij mij voor de groep. Ramona, mijn oude duo-collega, nu IB'er. Vorig jaar ook al deels IB'er. Zij staat bij mij voor de groep, waardoor ik filmpjes kan maken voor de school. Op dit moment ben ik dus bij de kleuters. Zoals je kunt zien, kijk, het lokaal. En ik heb ooit voor mijn eigen klas een classroom tour opgenomen. En die ben ik dus nu voor de kleuters aan het maken. Voor de website van onze school. Ik ga dus nu de beelden importeren. En dan ga ik om de beurt kleuters bij me halen die de voice-over mogen inspreken. En dat wordt volgens mij zo schattig. Nog iets, ik heb hele kleine oogjes. Ik heb heel slecht geslapen. Ik hoop dat dat een beetje gaat wegtrekken. Maar ja, jullie moeten het maar even meedoen. Ik heb het eerste slachtoffer nodig. Eén tegelijk of twee? Jaren, wil jij met juf Charlotte even mee om dingen na te zeggen? Ja, ja? Kom maar mee. Ga maar zitten. Oké, nou. Ik heb hier een camera in mijn hand. En hier zie je een aantal gaatjes. Zie je dat? Nou, zo meteen ga ik iets zeggen. En dan mag je me precies nazeggen. En dan gaan we dat hier inspreken in die gaatjes. En dan plak ik dat onder dit filmpje. Dus ik heb hier een filmpje van jullie klas. En dan ga ik die stemmetjes hieronder zetten. Nou, dan mag je zeggen welkom in groep 1, 2. Welkom op groep 1, 2. Dit gaat een klus worden, maar wel heel erg leuk. Oh, daar komt de volgende kleuter. Komt u maar. Kom maar zitten. Ik ga iets zeggen. En dan mag jij me nazeggen. Mag je precies zeggen wat ik zeg. En dan mag je dat hier, in die gaatjes, mag je dat inspreken. Dus ik hou hem gewoon zo. Ja? Ja. Dit is het hele lokaal. Dit is het hele lokaal. Hier zet juffrouw boeken neer. Hier zit juffrouw boeken neer. Dit is Lego? Ja. Zeg maar alleen Lego. Lego. En je kunt ook puzzelen. En je kunt ook puzzelen. Oké, ik heb nu 4 minuten gedaan van de 7. Dus ik moet er nog 3. Het is nog flink wat. Ja, en dan moet ik alles nog editen. Had jij een vraag? Je bent klaar hoor voor vandaag. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Maar ik ga dit natuurlijk nooit nu in een uur. En bedankt. Ja, jij ook. Joep. Ik ga dit natuurlijk never nooit nu afkrijgen. Maar als het goed is komt Ramona volgende week ook nog een keer een uurtje. En dan kan ik dan verder gaan. Ja. Maar ja, dit zijn dingen die ik wel gewoon thuis verder moet doen. Want anders komt dit echt nooit af. Nou ja, het is nu 10:10. Ik ga nu terug naar mijn eigen klas. En even eten. Wie kan mij vertellen hoe laat het is? 10:12. Nou, als we heel kritisch gaan kijken. 11:12. Dat betekent dat we gaan opruimen. Ik wacht dus even tot iedereen zit met een lege tafel. Even de potloden ook opruimen. Even alles netjes. En dan ga ik kijken wie ze eten mag pakken. Evelien geeft nu een les over klokken. Ik had de vorige keer al verteld. Ze vinden klokken heel lastig. Het is voor mij een verrassing. Het ziet er heel spannend uit. Kijk naar klok 2. Als je denkt dat het 10:30 is, hou je de rode omhoog.
Als je denkt, nee, het is 7:50, dan ga je de groene omhoog. Ik heb wel echt heel erg gewallen. Hoe laat is het nu? 2:30. Ja. Dus de klassendienst is hier nog. En jij hebt iets voor mij, hè? Wat was er een jaar geleden? Een jaar geleden kreeg je borstverkleining. Ja, kreeg ik nieuwe borsten. Werd er een stukje uitgehaald. En heeft dat hiermee te maken, hè? Ja. Oh, dat dacht ik al. Het is alleen voor mij. Oh, jee. Ja, weet jij het al, Carlijn? Ja. Happy birthday voor de boobs. Nou, superleuk. Dankjewel, wat leuk. Het is 4:01. Ik ga nu CITO-toetsen pakken. Dan ga ik dat boven allemaal neerleggen. Ga ik mijn rekenles voorbereiden en dan ga ik naar huis. Ik heb de CITO-boekjes voor begrijpend lezen gepakt. Ik moet een aantal dingen doen en ik merk dat ik de hele tijd onrustig ben en dat ik het in mijn hoofd herhaal. Dus ik ga even wat dingen opschrijven in een planner. En dan kan ik het een plekje gaan geven. Oh, hij staat een beetje laag. Sorry. Hey, hallo. Dag tijger. Sven en ik hebben net besloten dat we samen gaan koken. Ja, echt waar, Sammy. Dat we samen gaan koken en daarna samen de boodschappen gaan doen. Want we hebben er... Ja, echt? We hebben er allebei geen zin in, maar het moet gewoon gebeuren. We hebben hartstikke lekker HelloFresh gerecht. En we moeten gewoon boodschappen hebben. Hey! Hallo! Tijger. Oh nee, mijn hele broek is nu vies door jou. En ik heb ook al bijna een week niet gekeken naar de missing. Schandalig. Ik wil echt weten hoe het verder afloopt. Dus ik ga vanavond niet editen en de missing kijken. Hé, Sammy? Precies. Het hele huis is echt donker. De badkamer, die lamp doet het niet. Ja. Die lamp doet het niet. Maar ja, je kan op een stoel staan en het lampje erin doen. Je weet toch hoe je een lamp moet vervangen? Ik weet hoe het moet, hoor. Ik heb geen zin. Oh, ik denk al, dat weet je toch? Kook de aardappelen en de bataat. Dus dit moet ik koken zo. Ja, en dan moeten we dat stampen. Jij. We moeten eerst met de bouillon in de pan. Ja, maar en ik ben zodra ik dus als achter... ik sta de eerste zin dat er ergens het bouillon staat, dan haak ik af. De bouillon is ook op. Oh. Dus we passen hem wel een beetje aan. Nou, we hebben ondertussen boodschappen gedaan. Ik ga even douchen. Sven is heel blij. Jeetje, wat hadden we gedaan? Sven ging de boodschappen uitruimen. Ik ben even in slaap gevallen. Ik ben echt kapot. Ik had het vanochtend al gezegd. Ik ben echt heel erg moe. Het is nu nog niet eens 9:30, maar ik ga naar bed, want ik kan niet meer. Ja, sorry voor deze wallenvideo met die... Ja, nee... moeie oogvideo. Ik hoop dat jullie hem alsnog heel erg leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!